vermenigvuldigingspoeder. Wat is 80 vermenigvuldigd met 12? 80. 2? Nou, 2. Kom op zeg, je weet toch wel wat het antwoord is? We zijn al zo lang bezig met het leren. Buiten bij de school liepen 3 professoren. Volgens de radar zijn de problemen daar binnen. Zo, dat lijkt me, jongens, dat lijkt me een mooie gelegenheid dat we daar dan dit poeder gaan testen. Ja. Goed idee. Startplan. Hallo, wij hebben op... Wat doet u in mijn klas? Ik en mijn medeprofessoren hebben op onze radar opgepikt dat u en uw klas last hebben van vermenigvuldigingsproblemen. Nou, daar hebben wij iets op bedacht. In deze pot hier heb ik vermenigvuldigingspoeder. Nou, ik weet het zojuist niet hoor. Ach mevrouw, er kan niks fout gaan. Ik heb dit urenlang in mijn lab zitten berekenen. En als er iets mocht fout gaan, dan is het niet fataal. Kom. Weet je wat? We proberen het gewoon meteen eventjes uit. Zo, daar nog een beetje. Helemaal schadelijk. Binnen de kortste keren zat de hele klas onder het stof. Dat is denk ik wel genoeg hoor. Volgens deze radar is het wel genoeg poeder. Volgens mij moeten ze het nu wel weten. Zou het werken? 381 keer 95. Ik weet 16. 36.095. We zijn geniaal! Zo snel ze waren gekomen, zo snel waren ze ook weer weg. Hey, mag ik ook zo'n uitje? Ja, yes, nou sorry, ik heb er nog maar 2. Ik zal even kijken, misschien heb ik er nog wel wat. Nee. Hè? Nou heb ik er ineens heel veel. Check dit. Vanochtend had ik nog 1 telefoon. Ja. En nu heb ik er 6. Wow. Misschien komt dat wel doordat van mij ging spoelen. Ja, want volgens mij zijn wij ook verdubbeld. Wij ook verdubbeld. Ja, dat was de klas. Hè? Nu zijn het 21 kinderen. Jullie waren maar met z'n 10. Wij weten al niet hoe dat komt. Alle kinderen uit de klas waren vermenigvuldigd, maar daar bleef het niet bij. Wat doen jullie hier? Nou, wij zijn de leraren van BB2. Hè, maar nee, dat was ik al. Nee, ik heb vast veel te veel van het vermenigvuldigingspoeder rond. De klas bleef zich maar vermenigvuldigen en het lokaal paalde uit. Een aantal kinderen vluchtten uit de klas. Het is chaos hier! Het wordt alleen maar drukker en drukker! Kom, we gaan daar weg van! Wat gek zeg, gisteren stond hier nog maar 1 huis, maar nu staat een heel rijtje. Eindelijk hadden ze een beetje een rustige plek gevonden. Zo. Hé, hey, jullie zijn toch de professoren? Het is jullie school! Ah ja, kijk, het is veel erger dan je denkt. Het is niet alleen jullie school, het is de hele wereld. Nou, ik heb hier het laatste nieuws van NOS-journaal. Kijk maar naar de film. Hallo, welkom bij het nieuws. Er heerst grote chaos op de wereld. Alles is zich aan het vermenigvuldigen. Het is een wereldramp. De wereld peilt uit en er is geen plaats voor alles wat zich vermenigvuldigt. U snapt dat er straks geen plek meer is op de aarde. We hebben nog maar 1 minuut. Oei, jullie, dat is niet zo best. We hebben nog maar 1 minuut. We moeten opschieten. Oké, jongens. Ach, dat redden we toch nooit. Wacht eens even. Ik moet even iets uit mijn nieuwe auto halen. Dat is toch niet. Nou, we hebben nog maar 45 seconden. Ik ben benieuwd waar je mee komt. Een omgedraaide prullenbak? Nee, dat had je gewild. Dit is mijn eigen persoonlijke ontwerp raketlanceerder. Als ik op die knop druk, lanceer ik een raket zo de ruimte in. Let op, het plan is dit. We hebben nog heel wat van dat poeder, hè? Ja. Nou, dan moet je dus niet vergeten dat we stoppen dat allemaal in 1 raket die ik met deze knop bestuur. En dan schieten we die de ruimte in. We hebben waarschijnlijk nog net genoeg poeder om de wereld 1 keer te verdubbelen. Dat is echt een briljant idee. Dan zijn we ook gelijk van ons poeder af. Precies mijn idee. We hebben nog maar 15 seconden. Ja, ik doe mijn best. Even kijken. Die daarin en die... Oh, verkeerde knopje. Nee, daar. Ja, ook rode knopje, gele knopje, groene streep. 2 miljard. 3, 2, 1. Kijken. Ja, ik zie hem. Ik kan ook zien. Ik kan ook zien. Het is mijn raket, hè.
De raket ging met al het vermenigvuldigingspoeder de ruimte in. De raket ontplofte en het was gelukt. De aarde was verdubbeld en kon nu weer eventjes vooruit. Yeah!